Dit is Flevoland van zondag 1 augustus. Een grote tent bij natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Ontspanningsoefeningen en zakken vol ijsblokjes. Daarmee begon vandaag Festival LOF. Een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Stad en Natuur Almere. LOF staat voor Lichaam en Geest, Ontdekken in de Natuur en Feest in Flow. En dat betekent eigenlijk dat we hier een fantastische maand hebben met allemaal workshops die eigenlijk allemaal een beetje zen zijn, maar ook net eventjes anders als anders. En we trappen er vandaag af met een ijsbad volgens de Wim Hof methode. Ja, we zijn de hele dag hier aan het voorbereiden. We hebben eerst een ademhaling, diepe ademhaling sessie gedaan met onder begeleiding van muziek. En wat ik eigenlijk leer in een ijsbad is eigenlijk hoe je ademhaling kan toepassen om rustig te kunnen blijven in een stressvolle situatie. Ja, een ijsbad is natuurlijk perfect daarvoor. Adem uit. Maar Festival LOF heeft meer te bieden. Zo is er de komende maand een silent disco waarbij je op blote voeten kunt dansen. We hebben eigenlijk voor ieder wat wils. We hebben ook nog een qi-wandeling. Dan ga je echt gewoon helemaal lekker de natuur in. We hebben ook nog verschillende soorten yoga. Deugdenyoga door Uniek Yoga, een speciale yogasoort. Maar ook als je met kinderen graag nog een keer yoga wil doen, hebben we ook nog een speciale ouder- en kind-yoga. Alles is hier in deze tent achter. Deze unieke plek om gewoon echt helemaal in de natuur te zijn. En we zijn dit jaar eigenlijk heel blij met de tent. Dat betekent ook dat je bij alles ook droog kan staan. Dus dat is fantastisch. En de tent wordt ook de rest van de zomer ook nog gebruikt voor andere activiteiten hier. Terug naar het ijsbad waarmee Festival LOF van start ging. 16 dappere Almeerders stapten er vandaag in. Nou, deze Wim Hof methode is eigenlijk heel goed om diep naar binnen te gaan en actief te werken aan je gezondheid door middel van ademhaling, mindset en natuurlijk een ijsbad. Hockeyer Jonas de Geus uit Almere is met Oranje uitgeschakeld in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio. Oranje verloor na shootouts van Australië. Na de reguliere speeltijd was het 2-2. Tijdens de shootouts miste de Geus het doel. Hertzberger en Kemperman wisten de bal ook niet achter de lijn te krijgen. Australië bleef foutloos en scoorde 3 keer. Oranje beleefde een zeer teleurstellend toernooi. Van de 5 groepswedstrijden werden er slechts 2 gewonnen. Overheerlijke taarten vormden gistermiddag het sluitstuk van de zomerdriedaagse in Dronten. 3 dagen vol leerzame workshops en ontspannende activiteiten voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn, dat kies je niet, dat overkomt je. En juist in de zomermaanden, waar heel veel mensen op vakantie gaan, kunnen die mantelzorgers niet altijd weg in verband met de zorg die zij hebben voor hun zorgvragen. En dat was voor ons de motivatie om daar nu extra die mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Zaterdagmiddag was het afsluitende feest op het Centrale Plein in de Meerpaal. Het was echt een grande finale. En we hebben het gekoppeld aan heel Dronten bakt. Mensen uit Dronten die hebben taarten gebakken. Er was veel animo voor. En de mantelzorgers hebben geproefd. Die hebben de mooiste taart uitgekozen. Dus het was fantastisch. En daarnaast hebben we het Gouden Ouwe op volle toeren orkest speelt André Rieu. Een playbackkoor hebben we uit Den Haag over laten komen. Zij hebben gratis opgetreden. Het enige wat ik moest regelen was de bus. En dat hebben we voor elkaar gekregen door sponsorgeld van de Rotary Club, van Odd Fellows en Marion Reijsen. André Rieu meets Ria Valk, maar ook Gouden Ouwe van vader Abraham en Johnny Jordaan kwamen nog even voorbij. De muziek viel duidelijk in de smaak, net als de taart overigens. 120 mensen waren er vanmiddag aanwezig en veel blije gezichten, dankbare mensen. En natuurlijk kan ik dit niet alleen. Met een hele grote groep vrijwilligers hebben we deze dagen verzorgd. En het mooie is, ik heb ook de vrijwilligers enorm zien glimmen en plezier maken. Kortom, de tweede zomerdriedaagse in Dronten was meer dan geslaagd. Zoals ze zo mooi zeggen, ik ben moe, maar enorm voldaan. En ik kijk terug op 3 prachtige dagen. En de mensen die me net aangesproken hebben, hebben zelfs gezegd, mag het volgend jaar weer en dan 5 dagen. Nou, dat weet ik nog niet, maar dat we het volgend jaar gaan organiseren, dat staat vast.
De Schoklandloop, die vorig jaar voor het eerst werd gehouden in Noordoostpolder, krijgt een vervolg. En we zijn weg. Atletiekvereniging AV NOP gaat samen met cultuurbedrijf Noordoostpolder en Museum Schokland dit hardloopevenement opnieuw organiseren. Vorig jaar was het de eerste keer dat we het hielden. Ook nog in coronatijd. Toen hadden we 170 lopers. Die waren eigenlijk allemaal enthousiast. Of het nou wedstrijdlopers waren of mensen die voor het eerst 5 kilometer liepen. Iedereen was enthousiast. Het was ook nog vreselijk heet vorig jaar. Maar ondanks alles, het was gewoon een geslaagde loop was het. Dus wij als organisatie hebben gezegd ook van nou, ook met samen met het Museum Schokland. Want die organiseert het mede met ons. Van ja hoor, dit doen we volgend jaar weer. Onlangs werd bekend dat in september ook de Fish Potato Run weer van start gaat. Volgens Erik Hellendoorn past de Schoklandloop prima in de voorbereiding op dit hardloopevenement van Urk naar Emmeloord. Ja, zeker. Ik denk dat alle loopjes die we tot nu toe hebben moeten missen vanwege corona een prima aanleiding zijn om te gaan lopen als voorbereiding op de Fish Potato Run die eraan zit te komen. Ja. En zijn er nog meerdere loopjes als behalve die Schoklandloop wat jullie gaan doen? Volgende week zondag 8 augustus hebben we nog een keer een zomer bosbaanloop. Dat is dus hier naast de baan in het bos. Kan er dus afstanden gelopen worden van 15 en 15 kilometer. En dat is ook een mooie voorbereiding. Het zogenaamde testen voor toegang is voor hardlopers die mee willen doen aan de Schoklandloop niet nodig. Nee, we hebben wel in de informatiebulletin gezegd, nog eens even heel uitdrukkelijk, corona of COVID-19 is nog niet voorbij. Denk erom dat je afstand houdt, je handen was, als je verkouden bent, dat je niet komt. Ja, het is ook een stukje verantwoordelijkheid voor mensen zelf. En wij als organisatie kunnen dan zeggen, nou, we kunnen kijken of we in shifts lopen. We kunnen het nog eens een keertje tegen die tijd zeggen, denk erom. Maar goed, bij AVNOP zijn we natuurlijk ook weer begonnen met de trainingen. Hè? En ook dit soort maatregelen die ik net zei, die voor eigenlijk iedereen gelden, worden ook steeds gezegd. Dus, maximaal 300 atleten kunnen meedoen aan de Schoklandloop. Circa 100 hardlopers hebben zich ondertussen al ingeschreven voor het evenement. Dat wordt gehouden op donderdag 19 augustus.